Hallo en welkom bij Leerschaken met Gerhard, les 2. In de eerste les hebben we het even heel kort gehad over hoe een stuk precies loopt. Uh, we hebben de koning, de dame, de toren, paard, loper en de pion behandeld. In deze tweede les ga ik even een aantal uitzonderingen benoemen. En we beginnen eventjes met een bord leeg te maken. En ik zet even hier een pion neer. Nou, in de eerste les heb je gezien: hè, je mag de eerste keer met een pion zetten, mag je één of twee stapjes. Daarna alleen nog maar één stapje. Uh, pion mag alleen naar voren. Wat gebeurt er nou als je aan de overkant van het bord komt? Dit noemen we promotie. Uh, ik zet de pion hier even neer. Um, wit promoveert dus op de achtste rij en zwart op de eerste rij. Op het moment dat je aan de overkant van het bord komt met je pion, dan moet je daar een stuk plaatsen. Je mag dus een nieuw stuk, mag je daar op het bord zetten. Um, stel bijvoorbeeld, ik heb mijn dame nog op het bord um, en ik speel mijn pion hier naartoe. Dan pak ik de pion weg. Meestal zal er gepromoveerd worden tot een dame. En mag ik daar dus een dame voor in de plek zetten? Ik mag op het moment dat ik aan de overkant van het bord ben, mag ik ook een paard. Ik mag ook een loper kiezen. En zo kan het dus gebeuren: stel ik zet even twee lopers erbij, dat ik ineens twee lopers heb die op zwart mogen spelen. Kortom, pion en overkant. Promotie, je moet een stuk kiezen, uiteraard een stuk van je eigen kleur. Je mag ieder stuk kiezen, er komt dus een extra stuk op het bord. Het enige stuk dat je niet mag kiezen is een extra koning. Je hebt één koning, daar moet je het hele spel mee doen. Nou, dat even met betrekking tot promotie van de pion. Daarnaast is er nog een bijzondere regel over de pionnen. Stel en uh, denk de rest van de stukken gewoon even weg, of ik zal ze even weghalen zo. Zo, zo. Um, wit aanzet. Nou, we hebben al gezegd, de pion mag of één stapje of twee stapjes. Um, speel je één stapje naar voren de pion, dan zou die dus kunnen gesla geslagen worden door de zwarte pion. Speel je nou de pion twee stapjes vooruit, dan komt die dus naast de zwarte pion te staan. Nou, op dit moment mag zwarte pion slaan. Let op, het is dus een uitzonderingsregel. En dat noem je en passant, oftewel Frans voor in het voorbijgaan. Nou, hoe ziet dat eruit? Het mag alleen op het moment dat wit deze zet gedaan heeft en zwart is aan zet. Hij mag dat nu alleen direct doen. De volgende zet mag dat niet meer. Het ziet er heel raar uit, maar hij slaat schuin. De zwarte pion komt hier te staan en de witte pion verdwijnt. Nog een keer. Heel bijzondere regel. Wit speelt de pion twee stapjes vooruit, ze komen naast elkaar te staan. En nu mag zwart dus, als hij dat direct doet, dus met de eerstkomende zet van zwart, mag hij hier slaan. Zwarte pion komt hier te staan en de witte pion verdwijnt. Wacht uh, je een zet met zwart, ja, dus wit speelt dit, je doet met zwart iets anders en je wilt dan hier slaan, dan mag dat dus niet. Zou wit hem eerst één stapje naar voren gezet hebben en daarna nog een stapje? Dus de pion gaat van hier naar hier, dan mag het dus ook niet. Dus nog even heel concreet. Alleen in deze stelling. Wit speelt de pion van F2 naar F4. Zwart staat aan passant en de witte pion verdwijnt. Goed, dat even uitzonderingsregels met, met betrekking tot pionnen. Met de koning is ook een uitzonderingregel. In de eerste les heb ik verteld: de koning gaat altijd één stapje: er is een uitzondering op, en dat heet rokeren. Rokeren, ik zal het eerst laten zien en daarna zal ik het even kort toelichten. Rokeren is de koning 2 naar links. Twee stapjes en de toren komt er overheen. Nog even één keer. Witte koning gaat twee stapjes, dit is dus één zet hè. Het is niet van nou ik speel eerst die, dan die en dan die toren over drie zetten. Nee, één zet, toer, of koning twee naar links en de toren er overheen. Dit heet de zogenaamde lange rokade. Hetzelfde kan ook aan de andere kant... Koning altijd 2 naar links of twee naar rechts. In dit geval dus twee naar rechts en de toren er overheen. Dus we hebben de lange rokade is links en de korte rokade is rechts. Als je onthoudt koning 2 verplaatsen en de toren overheen, gaat het altijd goed. Dus aan de andere kant ook. Toren, of sorry, koning 2 naar links en de toren er overheen. Er uh, zijn ook weer een aantal uitzonderingen op. Uh, we moeten eerst even een nieuwe term introdu intro introduceren, en dat is schaak. We hebben de vorige les hebben we afgesproken een loper gaat schuin. Nou, dan zie je deze zwarte loper, die kijkt dus naar de witte koning. De witte koning staat aangevallen. Uh, hier is een aparte naam voor, en dat heet schaak. Schaak wil zeggen dat je je koning mag je niet schaak laten staan. Dit schaak moet je oplossen. Een hele belangrijke regel. Schaak gaat voor alles. Het allerbelangrijkste, als je iemand schaak zet, moet hij dat schaak oplossen. Nou, in dit geval zou je bijvoorbeeld de koning naar E2 kunnen spelen. Stapje naar voren, dan kijkt de, koning, de loper wel naar deze velden, maar niet naar het veld waar de koning nu op staat. In deze situatie zou ik bijvoorbeeld niet, even, mag de koning dus niet hier naartoe spelen, want dan blijf ik dus schaak staan. Nou, met betrekking tot de rokade is er een regel die zegt: als jij schaak staat, mag je niet rokeren. Dus in deze situatie mag ik niet rokeren. Aan de andere kant, als ik de loper hier neer zou zetten, dan sta ik nu niet schaak. De, koning, de loper kijkt hier naartoe. Maar ik kom, als ik ga rokeren, kom ik over dit veld en op dit veld zou ik schaak gestaan hebben. Dus ook in dit geval mag ik niet kort rockeren. Lang rokeren mag wel. Dan is er niks aan de hand. Op het moment dat ik schaak sta, mag ik dus geen enkele rokade uitvoeren. Um, dus dat zijn eventjes de uitzonderingsregels. Daarnaast zijn er nog twee regels. Als ik ooit eerder in de partij mijn toren al een keer heen en weer gezet heb, dus de toren heeft al bewogen, of de koning is al een keer verplaatst, dan mag ik ook niet rockeren. Dus drie uitzonderingsregels. Ik mag niet schaak staan, zoals in dit geval. Um, ik mag niet schaak komen te staan uh, tijdens het rockeren. Dus ik mag niet over een veld waar ik schaak zou komen te staan. Ik mag de toren nog niet bewogen hebben. Ik mag de koning nog niet bewogen hebben. En nog even één aanvulling, maar die spreekt voor zich denk ik. Stel ik zou in deze stelling rockeren, dan komt mijn koning schaak te staan. En ook dat mag dus niet. Dat even met betrekking tot de uitzonderingsregels, met betrekking tot de koning. Er is dus nog een belangrijke uitzonderingsregel. Ik pak even de witte koning erbij en de zwarte koning. En dat houdt in dat er tussen deze koning moet altijd minimaal één veld... Tussen zitten. Dus als ik hier wit ben, ik mag één stapje, maar ik mag dus niet hier naartoe. De koningen staan nu dicht tegen elkaar aan, of helemaal bij elkaar, dat mag dus niet. Er moet altijd één stapje, één veld tussen blijven. Dus ik mag met de witte koning, mag ik wel hier naartoe? Zwart mag nu dus niet naar deze twee velden, mag wel hier naartoe. Dus die koningen kunnen om elkaar heen lopen. Let op, dit is geen schaak, hè? Een koning kan een andere koning niet schaak zetten. Nou, dat even met betrekking tot een belangrijke uitzonderingen. Dus wat hebben we besproken? We hebben passant, of sorry, we hebben promotie hebben we besproken van de pion. Pion aan de overkant moet je een eigen stuk kiezen. Mag ieder stuk zijn behalve de koning. En passant: het, het raas slaan van de pion op het moment dat iemand in de. Uh, twee veldjes de pion naast jou zet. En daarnaast hebben we even de rokade besproken. Wanneer mag je wel rokeren, wanneer mag je niet rokeren. Sta je schaak, mag je niet rokeren. Kom je over een veld waar je schaak zou komen te staan, mag je niet rokeren. Eindigt de rokade waardoor je schaak komt te staan, mag je niet rokeren. En heb je de toren of de koning eerder in de partij al bewogen, mag je ook niet rokeren. Dat even met betrekking tot de speciale regels. Deel les 2 zit erop. In les 3 gaan we wat belangrijke dingen uh, behandelen. We gaan verder met schaak, pad en mat. Bedankt voor het kijken en tot les 3.